Het onderzoek rond Pringles was een geweldige uitdaging, maar ook een leerrijke ervaring. Dit werk is wat mij betreft een schoolvoorbeeld van een heel goede samenwerking tussen industrie en universiteit. En die samenwerking tussen onze universiteiten en de bedrijven die al zo lang bestaat, geeft ons wereldwijd een ijzersterke reputatie. Hier bij Kellogg's in Mechelen worden de Pringles gemaakt voor heel Europa, het Midden-Oosten en Afrika. En ook al zijn de Pringles een vaste waarde in onze winkelrekken, toch blijft er ruimte voor innovatie. Zo vroeg Kellogg's aan de KU Leuven om een manier te vinden om het vetgehalte in de chips te verlagen. En daar zijn de wetenschappers wonderwel in geslaagd. We hebben inderdaad aangetoond dat we het vetgehalte van dergelijke chips met 10% zouden kunnen verlagen door het gebruik van grondstoffen met specifieke eigenschappen. En die grondstof, dat zijn deze aardappelvlokken. En die aardappelvlokken kunnen zowel lange als korte zetmeelketens bevatten. En wij hebben nu ontdekt dat voornamelijk de korte zetmeelketens aanleiding geven tot chips met een lager oliegehalte. Opvallend, ook deze bijzondere samenwerking tussen industrie en universiteit leverde een publicatie op in een gerenommeerd tijdschrift. Waar wij hier bijzonder fier op zijn, is dat we met een samenwerking met de industrie erin geslaagd zijn om dit paper gepubliceerd te krijgen in Nature Food. Nature Food is wel meegegaan in dit verhaal omdat de ganse kennisketen van fundamenteel tot toepassing hier in beeld kwam. En dat de resultaten uiteraard wel nieuw en origineel zijn, dat is uiteraard ook een criterium. Hè? We hebben hele sterke wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen, hogescholen, universiteiten, die houden zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Maar je moet dat tot in de huiskamer krijgen. En het is dus echt ontzettend belangrijk dat dat onderzoek resulteert in heel praktische toepassingen. Het voorbeeld van de chips die nu minder vet zullen hebben, is een prachtig voorbeeld van hoe de wetenschap ervoor zorgt dat een product dat overal gekend en verspreid is in Vlaanderen en ver daarbuiten gezonder kan worden. Want zonder dat wetenschappelijk onderzoek zou het gewoon veel langer duren of niet lukken. Dit alles maakt dat de Vlaamse voedingsindustrie een van de meest innoverende is in Europa. Zo lanceert 35-40% van onze bedrijven jaarlijks een nieuw product of productieproces. We doen het dubbel zo goed als Duitsland en 30-40% beter op gebied van innovatie dan Frankrijk of Nederland. Wie innovatie zegt, zegt onderzoek. Binnen het onderzoek is er ook fundamenteel onderzoek en er is geen fundamenteel onderzoek mogelijk zonder hulp van de overheid. Dus de overheidshulp is onontbeerlijk om onze voorsprong te behouden. De steun van het FWO en van Vlaio is dus cruciaal. Bij Kellogg's, waar ze de Pringles maken, varen ze er alvast wel bij. Puikwerk, heren. Dankzij jullie weten we nu welke eisen we moeten stellen aan de leveranciers van onze aardappelvlokken, zodat we de kwaliteit van onze Pringles kunnen blijven garanderen. Mooi gedaan.